Wat wij wouden doen met onze nieuwe overlegcomité, wat eigenlijk maar een kleine groep was, hè? Een comité, geen beweging. Wat wij wouden doen was anders dan wat de traditionele bestaande vrouwenorganisaties in politieke partijen, de KV, de SVV, overal waar die actief waren, wat zij konden doen. Zij waren zeer actief aan de basis, maar zij hadden een orgaan boven hen dat de grens stelde tot waar ze mochten gaan of ze terugriepen. Zij hadden een jaarprogramma dat uitgeschreven was, waar ze vast aan zaten. Wij wouden inspelen op actualiteit. Wij wouden echt door een overleg te maken, onderling, waar ook vrouwen uit die organisaties bij waren, de mogelijkheid scheppen om tot een samenwerking te komen die duidelijker een speerpunt gaf en naar buiten kwam als zodanig. Met thema's, met eisen, met reacties, acties enzovoort.